Goedemorgen, dit is alweer de 7e podcast. We lopen vandaag met de Climate Miles van Meppel naar Zwolle. We gaan van Drenthe over in Overijssel. En mijn podcastgast voor vandaag is Mark Woerden. En Mark gaat zelf uitleggen wie die is. Want hij doet allerlei interessante dingen. Volgens mij kunnen we makkelijk een mooie podcast vol krijgen. Dus Mark, wat is jouw achtergrond en waarom denk je dat we jou hebben uitgenodigd? Nou, allereerst bedankt voor de uitnodiging. Het is echt een prachtig initiatief. Ik zou dolgraag meelopen helemaal naar Glasgow. Want deze COP26 is misschien wel een van de belangrijkste summits die we krijgen. Dus ik ben heel erg dankbaar dat ik überhaupt mee mag lopen. En dat ik ook nog wat mag vertellen. Zeer eervol, dus dank je wel. Ja, je loopt helaas op de eerste regenachtige dag. Voor mij allemaal mensen of met een paraplu of in een regenpak. Ja. Jij loopt nog redelijk onbeschermd rond met een pet. Ja hoor. Gaat goed. Het gaat helemaal goed. Maar jij maakt je ook zorgen over de snelheid waarmee klimaatverandering zich voltrekt en wat dat allemaal voor gevolgen gaat hebben. Ja, dat is, nou heel eerlijk gezegd is dat het enige waar ik me zorgen over maak. Er zijn natuurlijk genoeg dingen waar je druk om kan maken. Mm-hmm. Maar dit is zo fundamenteel. Dat je bijna niet anders kan dan hier vol voor gaan. En niet alleen voor mezelf natuurlijk, maar ik houd mijn kinderen, nou eigenlijk ieders kinderen, in mijn achterhoofd voor dit extreem belangrijke onderwerp. Ja, en ik had eigenlijk vooral voor het eerst van jou gehoord omdat jij met heel veel religieuze leiders aan de slag was. Ja. En je bent bij de paus geweest. Oh, zeker ook. Hoe kom je überhaupt zomaar bij de paus en wat ben je daaraan doen? Ja, het is een hele lange podcast, hè? Ja, je hebt alle tijd. Kan je altijd lekker knippen? Nee, we knippen niet. Oké. Mijn achtergrond zit in de reclame. Ik heb jarenlang een eigen bureau gehad. En in 2006 kwam ik door het bedenken van Burendag erachter en voelde ik het ook echt. Dat je met creativiteit of met marketing veel meer kan doen dan alleen maar spullen verkopen. Mm-hmm. En Burendag was een initiatief waarbij we probeerden sociale cohesie te vergroten. Mm-hmm. En het product van Douwe Egberts koffie was eigenlijk niks meer dan het smeermiddel. En dat werkte zo goed dat ik dacht, alle bedrijven, werkelijk waar, alle bedrijven moeten. Nou, je moet nooit moeten zeggen natuurlijk, maar mm-hmm. Zouden kunnen. Al zou het niet geweldig zijn als veel meer bedrijven pro-sociale marketing zouden omarmen. En ik ben toen gaan kletsen met heel veel directeuren. En die zeiden allemaal van ja, dat vind ik ook wel een heel mooi idee. Maar voordat ik daar budget voor kan vrijmaken, moet ik wel weten dat het... Wat het oplevert. Dat het wat oplevert. Want geld is toch nog steeds de voor velen... Ja, Waaraan ze alles afmeten. Exact. Dus ik dacht, nou, weet je wat, dan doe ik een heel groot onderzoek. En ik heb samen met de VN en de Columbia University een groot onderzoek gedaan naar zingevingen in relatie tot merken. Mm-hmm. En daar kwam uit dat merken daar een hele grote rol in kunnen spelen. Nou, ik zal het niet in... anders wordt het veel te saai, zo'n podcast. Het mag wel lang duren, maar ook weer niet te lang. En dat onderzoek werd een boek. En dat heeft ook best wel impact gehad. Hè. Purpose marketing is toch wel iets wat door vele bedrijven omarmd is. Mm-hmm. Misschien niet altijd op de juiste manier, maar vooruit. En ik heb daar over de hele wereld praatjes over mogen houden. Maar na anderhalf jaar dat onderzoek uitdragen, dacht ik... dat is allemaal leuk en aardig dat jij bedrijven zit te vertellen wat ze allemaal moeten doen. Of mogen doen, of kunnen doen. Maar wat ga je nou eigenlijk zelf doen? En toen dacht ik, nu moet ik komen met het meest radicale voorbeeld wat je kan doen als je creativiteit volledig inzet voor het goede. Volledig. Nou, na een paar stomme ideeën, die het uiteindelijk nooit gehaald hebben, werd ik op een dag geraakt door een artikel in de Trouw. En daarin beschreef de directeur van Terre des Hommes, dat is een goed doel wat opkomt voor kinderrechten, kinderuitbuiting eigenlijk probeert te stoppen. En die directeur die vertelde dat heel veel kinderen in de Filipijnen achter de webcam moeten zitten. En daar seksuele handelingen moeten verrichten. En mannen van over de hele wereld, die moeten daarvoor betalen. Nou, lang verhaal kort. Vreselijk. Ik heb er 2 jaar met een soort mega undercover operatie
met een groot team natuurlijk, voor gezorgd dat dat onderwerp heel groot op de radar kwam van politiekorpsen en politici wereldwijd. Mm-hmm. En sinds 2014 is dit onderwerp, nou ja, niet meer van de agenda's weg te slaan. Sweetie heette dat. Ja, dat is met een virtueel meisje. Ja, ja. Ja, ongeveer anderhalf. Niet dat jij het was, maar dat heb ik wel langs zien komen, inderdaad. En dat zo... heeft ook echt geholpen, heb je het idee? Nou, zeker weten. Los van het feit dat politiekorpsen over de hele wereld het hebben overgenomen. Wij hebben toen ter demonstratie 1000 man geïdentificeerd. En overhandigd aan Interpol. Mm-hmm. En daarmee wereldwijd de pers gehad. Ja, dat was zo'n mooie manier om te laten zien dat politie in actie moest komen en dat het dan ook positief resultaat zou hebben. Dat heel makkelijk opgevolgd kon worden. En de verontwaardiging was ook groot, dus mm-hmm. Er werd ook massaal budget vrijgemaakt. En dan heb ik het echt niet alleen over Nederland, maar het gebeurde wereldwijd. En dat op de dag van vandaag gebeurt dat. Natuurlijk is het onderwerp niet weg. Dat zolang snel internet ook ontwikkelingslanden mm-hmm. bereikt, ja, is dat toch voor velen een manier om geld te verdienen. Maar het staat op de radar, zullen we maar zeggen. Het is niet meer zo makkelijk om kinderen op die manier uit te buiten. Nee, dus er zijn zeker kinderen gered. En er zijn ook vele mannen achter de tralies beland. En dat was te gek. Dus wij bleven een beetje op de achtergrond. Want het is natuurlijk ook wel een onderwerp waar je ook organisaties raakt die niet per se het beste voor hebben met de wereld, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Maar in de creatieve wereld heb ik wel dit voorbeeld vaak verteld om te laten zien wat je kan doen, wat je impact kan zijn als je, nou, als je in de meeste hoe je heel veel aandacht krijgt en je gebruikt dat voor het goede. Precies, nou niet alleen aandacht, want we wilden ook echt een oplossing bieden. Mm-hmm. En in dit geval wilden we de afwachtende houding van de politie veranderen in een wat actievere houding. Ja, en dat voorbeeld, ja, dat niet alleen heeft het zo'n beetje alle creatieve prijzen gewonnen die er te winnen waren. Daar ging het ons niet per se om, maar het gaf mij de gelegenheid om heel veel podia aan mijn soortgenoten te mm-hmm. vertellen. Hoe doe je dat nou? En hoe tof is dat nou? En wat zijn de, nou ja, wat is de mindere kant van zo'n verhaal? En ik weet nog heel goed dat het was in Londen. Dus ik vertelde in detail over dit project. En na afloop werd ik aangeschoten door een kerel. Leek een beetje op mij, ook zo'n typische reclame. Zo'n reclame meneer. Ja, ik zie het al voor je, denk ik. Ja. En hij zei, Mark, ik wil dat je wat doet aan de manier waarop mensen mij zien. Want als ik in de bus stap hier in Londen, dan denken mensen dat ik de bus opblaas. Of als ik de metro instap, dan denken mensen dat ik de metro opblaas. En ik, nou ja. Ja, je weet zelf hoe dat is. Als je op een podium hebt gestaan, je hebt daar 20 minuten je verhaal staan vertellen voor veel mensen. En dan kom je altijd nog een beetje daas, vol adrenaline, zo'n podium af. En dan denk je, waar heb je, ja, je denkt toch, waar heb je het over, toch? Heb jij het nou over? Maar, nee, hij zei, dat is echt zo. Zo voel ik dat. En dat zal wel. En in de trein terug dacht ik, wacht eens even. Hij is een moslim. Mm-hmm. Ook kon ik dat natuurlijk niet zien. Maar hij dacht dus en hij voelde dat mensen van een ander geloof hem niet zouden mogen. Terwijl in werkelijkheid, nou ja, tenminste dat was toen mijn aanname, dat misschien helemaal niet zo was. Mm-hmm. Tuurlijk, iedereen heeft een hekel aan radicale extremistische figuren. Van wat voor een geloofssysteem dan ook. Maar het was geen moment in me opgekomen, maar toen dacht ik, wacht eens even, stel je voor dat jij dat denkt en nog veel meer mensen denken dat, hè, dus dat iemand van een ander geloof hen niet mag, dan heb je een enorme probleem. Nou ja, een spanningsbron te pakken die dus totaal mm-hmm. onnodig was. Is. Ja. Dus toen dacht ik, nou ja, wie beter dan de werelds meest prominente religieuze leiders kunnen die spanning dan doorbreken door op te roepen om vrienden te maken met iemand van een ander geloof. Nou, simpel idee. Ga even naar de hoogste leiders van alle geloven. Ja, nou, dat was wel het idee. En die naïviteit, ja, die maakt dan wel dat je een heel zuiver idee hebt. Maar 2,5 jaar later
was het zover. Heb ik de meest prominente leiders op camera gehad. En hebben we een video-oproep gemaakt die in 2017 via het hoofdaccount van Twitter werd verspreid. En natuurlijk via alle kanalen van de religieuze leiders zelf. Hebben opgeroepen om vrienden te maken met iemand van ander geloof. Dus dan moet je denken aan de paus, maar ook de Dalai Lama, maar ook de groot imam en de groot mufti en ayatollahs en eigenlijk iedereen. Maar hoe bereik je al dat soort mensen dan? Ah, super ingewikkeld. Maar tegelijkertijd ook de uitdaging. Kijk, je kan niet de typische reclame-truc doen. Zoveel mensen gingen u al voor. Doe ook mee. Want ze spreken elkaar uiteindelijk natuurlijk wel allemaal. Ja, ze kennen elkaar. Ja, zeker wel. En heel goed. Dus ook, je moet bij een eerste binnenkomen. Nou, kijk, het klinkt een beetje oneerbiedig. Maar zo bedoel ik het in ieder geval niet. Ik zag het binnenhalen van iedere leider eigenlijk als een aparte marketingcampagne. Dus je weet, je krijgt af en toe eens van die brieven thuis. Stap nu over naar voor een andere energieleverancier of iets dergelijks. Maar er is heel lang over nagedacht over zo'n brief om iemand de argumenten te geven. Mm-hmm. Die hem of haar op dat moment bezighoudt. Mm-hmm. Maar heb je de pauze zo'n brief geschreven dan? Ja, natuurlijk. En gewoon aangehouden en mogelijke brief ever. Best mogelijke brief ever, ja, precies. En niet alleen de paus, allemaal. Okay, en waar kwam je het eerste binnen? Het makkelijkste bleek uiteindelijk patriarch Bartholomew te zijn, de groene paus. Dus hij vertegenwoordigt de orthodoxe stroming. En waar zit hij? Constantinopel, zegt hij zelf. Oké. Okay. Istanbul, zeggen wij. dat bleek achteraf ook wel goud. Want hij is... in de muziek heb je van die muzikanten. Hè? Dus die muziek maken voor muzikanten. Mm-hmm. Die muzikanten dan geweldig vinden. Die iedereen kent. En als die bellen, dan doet iedereen mee. Precies. En het grote publiek ietsje minder. Maar deze man heeft zelf een volgersgroep van honderden miljoenen mensen. Zo. Ja. En daar wordt zeker in de christelijke wereld ook naar geluisterd. En hoe kwam je dan op het spoor van klimaat? Ik zal het even afmaken. Je schrijft aan iedereen die brieven. Mm-hmm. Je weet dat je heel veel afwijzingen gaat krijgen. En dat kwam vooral omdat het thema heel controversieel is. Ja, je denkt, hoe controversieel is het nou eigenlijk? Vrienden maken met iemand van een ander geloof. Maar als je aan de heilige schriften... Heel veel oorlogen gaan over precies. Geloof. Dus als je... Of het argument wordt gebruikt. Maar als je naar de heilige geschriften kijkt, dan vind je daarin dingen die... heel vriendelijk zijn. Als het gaat om hoe bejegen je iemand met een ander geloofssysteem of geen geloof. Maar je vindt er ook de meest mooie dingen. En wat we deden was natuurlijk de spotlight zetten op de dingen die natuurlijk het mooie naar voren haalden. Dus, die oproep die werd miljoenen keren gezien en heeft ook wel impact gehad vanuit een theologisch perspectief. En iedereen deed uiteindelijk graag mee, was er ook blij mee. Het was klaar. Heerlijk. Want het ging natuurlijk veel te langzaam allemaal. En ik vind het zelf niet zo prettig om heel afhankelijk te zijn van of iemand ja of nee zegt. Ik bedoel, je kan nog zo goed met je argumenten komen, maar er is altijd wel weer een reden om iets niet te doen of wel te doen. We kijken er over 3 maanden naar. En ondertussen kan je niet iets anders gaan doen. Dus het project was klaar. En toen werd ik... ik weet het alweer. Ik zat bij Umberto Tan te vertellen over dit project. Daarna werd ik gebeld door de directeur van het Vredespaleis. En die vertelde, Mark, te gek dat je die allemaal voor de kamer hebt gekregen, maar kunnen we zoiets niet in het echt doen? En dat lijkt me wel wat. Hetzelfde nog een keer doen en weer 3 jaar bezig zijn, dat lijkt me nogal ingewikkeld. En uiteindelijk, na heel veel gesprekken en ook
het aanhaken van bijvoorbeeld mijn makker Avram Soetendorp. Maar ook de theologische afdeling van de VU onder leiding van Wim Jansen. En nou ja, heel veel anderen kwamen we gemeenschappelijk tot... Ja, we kunnen nou weer zo'n vriendschapsoproep doen of misschien nog met een verklaring erbij. Maar zou het niet veel toffer zijn als we... Als we massaal... Iets concreets samen gaan doen. Iets heel concreets gaan doen. Ja, je weet, je kan praten over vriendschap, maar ja, je kan beter iets gaan doen. Mm-hmm. En toen kwam je op het klimaat uit. Nou ja, dat was natuurlijk iets wat ons allemaal bezig had. Persoonlijk heb ik niet zoveel met... Nou, heel eerlijk gezegd, ik heb niet heel veel met religie. Ik zie wel de kracht van religie. Ik zie de kracht van het bereik. En ik voelde ook wat... Kijk, heel veel klimaatcommunicatie gaat over... Je moet dit, je moet je huis verduurzamen, je moet isoleren. Maar er zijn natuurlijk maar weinig mensen, of te weinig mensen... die dat echt vanuit hun hart willen. En om die grote massa nou om te buigen dat ze echt iets willen... Mm-hmm. Ja, dan moet je eigenlijk op een ander niveau communiceren. En dat doen deze geestelijke leiders. En dus was het idee, nou weet je wat... We gaan ervoor zorgen dat die top in het Vredespaleis gaat over... massaal oproepen. Was dit nog voordat de paus kwam met Laudato Si, zijn encycliek waarin hij... Nee, dat eigenlijk... was ongeveer... dat was iets erna. Want dat was wel echt een eerste grote statement vanuit de paus. Zeker. Die heel erg dit onderwerp agendeerde en mensen opriep om beter om te gaan met de aarde. Zeker, ja. En dat zijn natuurlijk ook dingen die wij meekrijgen in de westerse wereld. Maar het is echt niet alleen de paus, ook de... De imams die zijn veel groener dan je misschien op het eerste gezicht denkt. Deden die hetzelfde? Want dat zien wij inderdaad niet zo. Dat zie je niet. Ja hoor, ja, ja, ja. In het vrijdagavondgebed wordt er regelmatig zeer actief opgeroepen tot klimaatactie. En er zijn ook, ik vind wat mijzelf altijd bij is gebleven. Die zat overigens niet in de groep leiders, maar er is een vooraanstaande imam. Met een hele grote groep volgelingen die zei als de profeet nu had geleefd, dan was hij waarschijnlijk veganist geweest. En neemt ook stelling tegen dierenoffers en dat soort dingen. Maar goed, het is op zich ook wel heel logisch. Het is van oorsprong een woestijnvolk. En moest dus al van oudsher heel zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen. En dat is misschien een beetje verwaterd, maar dat is keihard... Het zit wel in de basis. Het zit in de basis. En als hij zoiets zegt, dan wordt hij niet door allerlei mensen verguisd. Helemaal niet. Nee. Dat zijn alweer allemaal onze vooroordelen. En dat zijn dan alleen maar de moslims. Over de boeddhisten maar te spreken, te zwijgen. Dat geldt eigenlijk voor alle geloofsgemeenschappen. Dus eigenlijk lijken alle geloofsgemeenschappen best wel heel erg behoorlijk dus op het elkaar. Is veel, ook om dit onderwerp. Zeker. Veel minder controversieel dan... En dan dat vriendschapsthema waar we het net over hadden, dat was veel ingewikkelder. Maar dit, zorg dragen voor de schepping. Past bij alles. Nou, naadloos. Naadloos. Nu pas. Dus het is een enorme bron om mensen mee te krijgen. En niet op een dwingende manier, maar op... Hé, het sluit dus aan bij mijn geloof, bij mijn kern, bij mijn ziel misschien wel. En wat heb je dan onlangs begin oktober gedaan? Nou ja, het idee was om dit in het Vredespaleis te doen. Maar door corona ging dat allemaal niet. Was heel ingewikkeld in ieder geval. Mm-hmm. En ook security is best wel ingewikkeld om die leiders naar Nederland te krijgen. En er zit ook snel weer een politiek component aan. En toen kregen we van het Vaticaan het bericht. Nou, kom eens langs. Want wat dacht je ervan als we het hier gingen doen? Dat was natuurlijk fantastisch, want daarmee weet je dat het doorgaat. En dan nodigt de paus zelf iedereen precies, uit. Precies, want ik kan natuurlijk leuk brieven schrijven, maar ja. Als de paus je uitnodigt, dat is toch even een ander verhaal. Dus braaf met alle teksten naar het Vaticaan. En natuurlijk ook samen met de VU heel veel andere leiders geïnspireerd... wat dan de juiste frases zijn, maar ze weten het zelf ook al. Het gaat natuurlijk vooral om het momentum dat je schept... om die boodschap over te brengen. En 4 oktober was het zover. Zijn de geestelijke leiders van alle geloofsstromingen samengekomen en hebben een climate appeal gemaakt. Mm-hmm.
En nou, een gedeelte daarvan is gewoon al naar buiten gekomen via de kanalen van al die leiders zelf. En een waar aantal was van het, hen. Was het publiek? Want ik heb er niet zo geen, heel veel over gehoord. Geen. Oh, niet? Oké. Okay. Nou ja, wow, ja. Het was niet ja, het in kan ieder geval... altijd krachtiger, want ik mocht me uiteindelijk, of ik heb me, nee, ik mocht ook niet. Het is volledig overgenomen door de Italiaanse en Engelse regering, wat een zegen was voor ons. Oké. Okay. De organisatie, want het is super complex. Mm-hmm. Maar ja, het heeft ook met als resultaat, ik hou ervan om dingen heel stellig en simpel te maken en eenduidig, waardoor het makkelijker reist. Mm-hmm. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat het is gebeurd. Dan mocht je je ook niet meer met de inhoud bemoeien? Ja, dat hebben we gedaan tot op zekere hoogte. We gaan even iets langzamer lopen, want we lopen zo hard dat we de groep inlopen. Ja, precies. We lopen hier trouwens vanavond nog door naar Kleska. We lopen hier trouwens wel heel mooi langs een watertje en in het groen. Ja, we lopen tussen Meppel en Zwolle. Op weg naar de eerste theepauze. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik loop ook gewoon lekker achter de vooroploper aan. Als een Max Schaap. Ja, als een Max Schaap. Als een Max Schaap, heel goed. Met die concrete oproep hebben we ons niet meer hoeven bemoeien. Maar het ging natuurlijk om de druk en het jarenlang pushen. Nou ja, inspireren kan je het beter noemen. Om dit als kernthema te zien. En dat, mm-hmm. Dat is eigenlijk al ingewikkeld genoeg. Want er zijn natuurlijk heel veel andere thema's die ook aandacht verdienen. Mm-hmm. En de bedoeling is dat... een aantal van deze leiders ook afreizen naar de COP26 en dan de climate appeal die ze hebben gemaakt en hebben mm-hmm. ondertekend ook zullen overhandigen. Maar kan je wel vertellen wat er ongeveer in staat? Ja, als dat al mag. Ja hoor. Sneak preview. Een kleine sneak preview. Nee, ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe het geformuleerd wordt, maar de trends in grote lijnen zijn twee hoofdtrends. En dit gaan ze dus namens allerlei geloven aanbieden aan de wereldleiders precies. die daar vergaderen in Glasgow. Ja, exact. Okay? En de hoofdlijn van hun boodschap wordt... Nou ja, zij zullen morele druk uitoefenen op de leiders om beter zorg te dragen voor de schepping, bla bla bla. Mm-hmm. Maar wat zij doen vanuit een theologisch perspectief is, en dat is best wel bijzonder, is wat je in de meeste religies ziet, is dat de man aan de top van de piramide staat. Althans, voor de buitenwereld. Nou, laat mij even in die baan. Ja. Ja, maar zo zie je het wel vaak terug, hè? Ja, zeker. Ja, daar kan ik ook. Ja, weet je, daar kan ik niets aan doen. Zo staat het. En de bedoeling is dat je straks voelt dat we niet bovenaan die piramide staan als mens, mm-hmm. maar dat we onderdeel zijn van die natuur. Dat is voor jou natuurlijk geen enkele verrassing. Ja, je hebt ook zo'n plaatje van, zie je zo'n driehoek en dan staat er van ego naar eco. En ego is dan zo'n driehoek met de mens bovenaan. En eco is dan een rond geheel waar iedereen onderdeel is. Dieren, planten en de mens. Precies. En wij staan niet bovenaan de schepping. Precies. Maar we zijn er onderdeel van, maar we zijn er wel voorkomen aan het verkloten. Exact. Exact dat. Nou ja, kijk, voor ons is dat een hele makkelijke denkstap. En iets wat je al jaren hebt omarmd. Maar voor partijen die jarenlang dus die piramide hebben gepromoot waarbij de mensheid bovenaan staat. Mm-hmm. En je moet misschien wel een beetje erop letten en rentmeesterschap en dat soort kreten. Dat soort kreten. Ja, daar gaat het niet meer om. Je moet die verbondenheid met de natuur voelen. Nou, en dat is natuurlijk best wel innovatief. Hè, als je dat vanuit jezelf kan zeggen. Ja, en de ander, ja, die zullen ze niet zo formuleren zo krachtig als ik hem nu doe. Maar veel religies hebben een soort incentive van het hiernamaals. Mm-hmm. Dus geloof in mij. Ik kom ooit in de hemel of ik krijg zoveel maagden. Ja, of... precies. Dat wordt door de meeste religies wel gepromoot. En wat ik te gek vind, wat ik gewoon schitterend vind, is dat dat blijft natuurlijk. Maar dat er veel meer wordt gekeken naar naar hemel op aarde. Dus dat we niet vergeten... Dat we moeten doen in het nu. Ja, dat je nadenkt over het leven, het voortbestaan van leven op aarde. Mm-hmm. En dat is een tamelijk krachtige boodschap. Dus let's create heaven on earth, als je het even samen wil vatten, is iets wat... Ik kan de pauze met een t-shirt, let's create heaven on earth, ja, dat is mooi. Zou wel heel grappig zijn. Ja.
Ja, nou die zouden absoluut. Of misschien wat letters op zijn gewaad. Die zou daar zelf niet voor terugdeinzen, alleen het communicatieteam wel. Het is een bijzondere man. Maar goed, ja, dus dat zijn de. Dat en gaan zijn de... al die verschillende gelovigen dan ook de verschillende leiders van al die landen daar individueel op aanspreken? Want er zit natuurlijk ontzettend. Wij zijn een redelijk seculier land, ja. We hebben niet zoveel gelovigen meer. Nee. Maar in de rest van de wereld wel. Ja, 83% geeft aan, dus wereldwijd, dat ze gelovig zijn. 83% van alle mensen. 83% van alle mensen, ja. Jeetje, dat is echt dus heel veel. Ja, dat is een enorme groep. Ja, dat... ja, en ik vermoed dus dat het gros van de wereldleiders dus ook een geloof aanhangt. En ja, gaan die dan ook benaderd worden door deze geestelijke leiders? Zeker, zeker, zeker. Want ik denk wel dat dat morele appeal dat is het. Gewoon heel erg belangrijk is. Ja, dus het, als je alleen dus maar het... gaat luisteren naar de wet of het verdrag, dan duurt het allemaal veel te lang. Ja, dus ja, dat zit er dan nog boven. Hè? Van in plaats van het moeten, dat ze het zo brengen dat je ook... snap dat je, nou, dat je bijna zin hebt om te veranderen. Oh ja, natuurlijk. Dat je dat duwtje krijgt. Dus ja, dat is het denk ik in grote lijnen. Ja, en dan heb je natuurlijk allemaal nog subonderdelen van we moeten en over naar een andere. En had jij het gevoel dat die mensen in die kerkelijke werelden zelf ook bezorgd zijn en ook gewoon intern gedreven? Absoluut, ja. Ja, dat voel. Ja, eigenlijk ja. Ja, dat denk ik wel. Want ik denk dat je het ook alleen maar echt op een ander kan overbrengen als je het zelf ook echt voelt. Tot in je tenen. Als het een marketingtrucje is. Van, ik vind het niet, maar ik heb een slogan en die ga ik even bij deze minister-president promoten. Dan gaat het natuurlijk niet werken. Als je heel cynisch bent, dan is dit communiceren over klimaat ook de manier om jonge zieltjes aan te trekken. Maar zo heb ik het niet gevoeld. Maar zij zijn de meeste dan, natuurlijk nooit iedereen, maar je hebt wel het gevoel dat wat ik heb gehoord en wat ik heb gezien, zijn de meeste zelfs heel erg blij dat dit nu een speerpunt is. Want je voelt ook hoe relevant je kan zijn. Want even los van de dingen die ik dan belangrijk vind, als je gelovig bent, is het natuurlijk ook je bron van hoop en van kracht. En je voelt dan opeens dat jouw geloof of jouw religie nog wezenlijker is. Nog wezenlijker. Ja, dat, ja. Ja. Terwijl in, En zo voel ik het, zo heb ik het ook gevoeld als je de leiders daarover hoorde praten of als je reacties kreeg. Nou, voor zover ik zelf overzicht heb hier over West-Europa, heb ik niet het gevoel dat de christelijke partijen nou degene waren die... echt de actie om klimaatverandering te voorkomen hebben aangedreven. Het waren toch vooral de groene partijen die bleven pushen en die werden gezien als klimaatrammers. Ja. En de christelijke partijen zaten heel vaak ergens in het midden rustig aan en iedereen moet het wel leuk blijven vinden, et cetera. Ja, dan schiet het niet op. Nou, dat is wel, denk ik, drastisch aan het veranderen. Want er is voor 4 oktober al een oproep geweest van de kerkelijke leiders, waarbij de Archbishop of Canterbury... en die orthodoxe patriarch waar ik over vertelde... En de paus al een oproep hebben gedaan. Dat doen ze natuurlijk ook naar alle religieuze communities. Van joh, maak dit nou toch een speerpunt. En het kan altijd krachtiger, absoluut. Maar ik denk dat als de... Ik heb het ook gezien met hoe dat werkte toen we opriepen... om vrienden te maken met iemand van een ander geloof. Dat het voelt wel een beetje top-down... Ja, dat is het ergens natuurlijk ook wel. Maar het wordt ondersteund en onderstreept door goede voorbeelden van de verschillende leiders. Maar ook door... Even een foto maken van je volgers. Deze enorme sliert. Ja. Mensen die door het landschap lopen, langs de koeien. Nederland is best heel erg mooi als je loopt. Ja. Langs de snelweg zie je eigenlijk nooit zoveel. Nee. Dat is ook het leuke van lopen, vind ik. Ja, het is... gek lopen. We hadden het over, dus ze geven zelf het goede voorbeeld. Maar ook hier worden dus weer de passages uit de alle heilige geschriften gehighlight. Van kijk, daar vind je dus waarom het zo belangrijk is. En ja, dat gaat zijn weg wel vinden naar alle communities. Als je langs die weg 83% van de mensen naar een duurzamere levensstijl zou kunnen leiden, dan zou je echt verschil maken. Exact. Nou, maar dat maken ze het ook droom. Concreet? Van als je het je kunt veroorloven, neem zonnepanelen, eet
minder of geen vlees, ja, heel concreet. In de voorgesprekken is dat wel zeer duidelijk naar voren gekomen, ja. Ja, heb je al die spullen wel nodig? Ja. Waarom kun je het niet wat langer doen? Nou ja, moet je meedoen met elke mode? Precies. Dat gesprek is natuurlijk niet zo heel erg, wordt niet gezien als heel erg kerkelijk, denk ik. Maar zou eigenlijk, dat is wel nodig om het van het abstracte weg te halen naar het concrete. Zeker, zeker. Ja. En denk je daar dan ook over met hen mee? Ja, nou, we hebben wel gesproken over zouden kerkgemeenschappen niet climate action centers moeten worden? En dan dat denk zou niet gaaf per se. Zijn. Ja, dat wordt zeer goed ontvangen. Kijk, dat heeft misschien in Nederland, denk je, oh ja, is wel leuk. En dan kan je collectief je zonnepanelen inkopen of zo. Maar in heel veel landen is de nood natuurlijk wat groter en hoger. En gaat het niet alleen om de tips die je krijgt en de concrete ideeën. Maar gaat het natuurlijk ook over de steun. En als je het samen doet, dan gaat het makkelijker. Maar ook de psychische steun. Ik bedoel, ja, ik heb nog niemand verloren aan klimaatverandering. Maar in andere delen van de wereld ja, wel. Wat denk je? Ja. Ik heb nog geen oorlog meegemaakt zelf. Door klimaatverandering. Of... Niks. Niks schaarste. Niks. Ik hou mezelf in. En er zijn heel veel dingen die ik niet meer doe. Maar zelf heb ik het nog niet aan de lijve ondervonden. Maar ik kan me heel goed inbeelden. Maar als je toch in die gebieden woont waar dat wel is. Mm-hmm. Waar je niet met te eten hebt. En en waar de spanning dreigt om te slaan, de oorlog. En er zijn regelmatig aanslagen. En hoe hou je dan nog... Dan denk je ook klimaat. Nou ja. Hoe zet je dan samen de schouders eronder? En precies. Hou je elkaar enthousiast genoeg? Ja, dus er zijn heel veel... ik ken heel veel... hoe kan ik dat zo makkelijk in het Nederlands zeggen? Er zijn natuurlijk heel veel stukken land die niet meer vruchtbaar zijn. Mm-hmm. En die zijn toevallig ook nog heel vaak in eigendom van een geloofsgemeenschap. Nou, als je die massaal aanzet tot het weer vruchtbaar maken... Dan snijdt het mes aan twee kanten. Dan kan lokaal zelfs een klimaat veranderen, maar dan... Dan zouden wij ook bij kunnen helpen. Waar het nog niet zo duidelijk precies, is. Precies. Dus zeker in de Rooms-Katholieke Kerk is er heel veel landeigendom. Mm-hmm. En dat is en die denken heel nu vaak na niet. Over het verduurzamen van hun eigen land. Ja, dat gebeurt nu al massaal in Afrika. Oké, hartstikke leuk. Ja. Hey, we zijn al best een hele tijd aan het praten. Zijn er nou dingen waarvan jij denkt, nou, dit wilde ik echt wel absoluut gezegd hebben? Nou ja, dat vind ik heel belangrijk om over de bühne te brengen. Nou, ik denk dat voor jouw luisteraars vooral moed houden heel belangrijk is. Alles wat ik zeg. En niemand van jouw luisteraars zou zeggen, misschien ben je het met sommige dingen niet eens, maar met het doel ben je het vast eens. Mm-hmm. Dus ik kan... Ja, heel veel mensen kampen wel met klimaatdepressie nou, en dat natuurlijk angst. Wel. Heel veel jonge mensen die denken, jeetje, wat voor wereld beland ik? Ja, nou, dat snap ik heel goed, want ik voel dat zelf ook. Dat af en toe is het... onmoedeloos van te worden. Maar jij zegt dus eigenlijk van, nou, dit is een van de oplossingsrichtingen die best wel hoop kan geven. Ja. En precies. Word niet depressief. Er zijn allemaal verschillende oplossingsroutes en dit is er één die gaat helpen. Ja, exact. Wat mij betreft hoef je je morgen niet in te schrijven bij een willekeurige geloofsgemeenschap. Maar ik hoop wel dat dit de hoop is die je ook weer kracht geeft om door te gaan. En nou ja, wat natuurlijk wel heel fijn is... Is wat jullie nu doen, hè, met een groep lopen, is om niet alleen in die klimaatdepressie te schieten. Mm-hmm. Dus wat ik zelf merk, is wat mij helpt, is om... daarom zei ik ook gelijk ja, natuurlijk, ik loop graag mee. Is omdat je het gevoel krijgt, ik heb dat ook wel eens wat... ik denk dat de moderne vorm is dat mensen nu bijvoorbeeld zich aansluiten bij energiecoöperaties. Ja. Voedselcoöperaties, er zijn best wel veel initiatieven van onderop waar mensen precies, samen precies. iets doen. En alleen dat al, dat je het samen doet, helpt heel veel precies. mensen. Precies. Dus, ja, dat geeft al een gevoel. En het andere is, daar ben ik zelf heel slecht in, dat zijn dan die hele kleine succesjes, die misschien helemaal niet zo klein zijn. Die samen moet vieren. Dat je die moet vieren. En dat, dat zou ik zelf veel vaker moeten doen.
Okay, nou, want je dan denkt dan, zo, opgelost, klaar. Zo, scheurt even een idioot langs, project. Sommige mensen hebben ook niet veel respect. Keihard langs alle wandelaars rijden. Ah, het lijkt ook heel hard, hè? Nou, ik denk inderdaad dat je daar gelijk in hebt. Dus ik denk dat als we direct bij de volgende stop zijn, dat we het dan even moeten vieren dat we droog zitten. Ja. Ja. Ik wil jou in ieder geval heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Het was voor mij heel veel nieuwe informatie. We lopen nu naar Zwolle en morgen hebben we de etappe van Zwolle naar Aalten. Iedereen die nog mee wil lopen, dat kan. Je kunt elke dag aanhaken. We lopen van station naar station. En ook als je je niet de week van tevoren hebt opgegeven, kom gewoon meelopen. Het is ontzettend leuk om heel veel mensen te ontmoeten die inderdaad een soort van gelijkgestemd zijn. Maar ze zijn heel verschillend. Maar je hebt de hele dag ontzettend leuke gesprekken. En je voelt je inderdaad niet alleen. Nee, precies. Superbelangrijk. Dus kom. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Dit was de podcast voor vandaag. Tot ziens. Urgenda loopt nog de hele maand oktober de Climate Miles. Van Groningen naar Glasgow. Wil je meelopen? Kijk op theclimatemiles.nl voor alle informatie. Ook vind je daar dagelijks nieuwe video's en podcasts. Let's accelerate!